Chiara van Bergen, jij bent onderdeel van de organisatie van de Open Dag voor de SKB. Hoeveel mensen verwacht je vandaag? Wij verwachten tegen de 1500 bezoekers vandaag, maar we laten ons verrassen. Iedereen is welkom. Waarom doen jullie eigenlijk zo'n dag? Ja, we hebben verschillende redenen om het te doen. Het is natuurlijk al een tijdje geleden. In de coronatijd waren we best wel gesloten. En nu hebben we de mogelijkheid om weer aan de regio te laten zien waar we voor staan en waar we mee bezig zijn. We zijn echt een beweging aan het maken van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. En vanuit de gedachte samen voor slimmere zorg in de Oost-Achterhoek willen we echt laten zien wat hebben wij nou allemaal te bieden als ziekenhuis. Hè, wat bieden onze partners, maar ook wat bieden wij als werkgever. Om eigenlijk een compleet beeld te geven wat er allemaal zoal achter de schermen gebeurt hier in het SKB. Kunnen jullie goed aan personeel komen? Wij kunnen nu nog goed aan personeel komen, maar we merken, net als in de hele branche, dat het steeds lastiger wordt. Terwijl het ontzettend leuk is en er heel veel mogelijkheden zijn om te werken binnen het SKB. Je kunt natuurlijk als arts of verpleegkundige aan de gang, maar ook als zorgassistent in de ICT, Human Resource Management, communicatie, hospitality, facilitair. Het is zo'n breed scala wat hier iedere dag gebeurt. We hebben 1200 medewerkers, maar we kunnen altijd nieuwe talenten en gedreven krachten gebruiken op allerlei vlakken. De samenwerkingspartners, aan wat voor bedrijven, instanties moet ik dan denken? Ja, de zorg in de Achterhoek die doen we echt samen. Tuurlijk zijn wij er als ziekenhuis, maar daarvoor en daarna in de keten zijn er allerlei samenwerkingspartners. Denk bijvoorbeeld aan verpleeg, verzorg en thuiszorgorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld een organisatie zoals Oriolus die ondersteuning biedt bij mensen en naasten van mensen met kanker. Zo hebben we eigenlijk allerlei organisaties die aan ons verbonden zijn. Samen hier welkom geheten om het complete scala aan zorg in de Oost-Achterhoek onder de aandacht te brengen. Dus het is meer een ketenbenadering dan gewoon een ziekenhuis waar je komt en weer uitgaat. Ja, wij zijn als ziekenhuis onderdeel van die keten en we kunnen ook echt niet zonder. En daarom vinden we het ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld ook een Azora, een Sensire, een Marklompé, een buurtzorg, dat die hier allemaal aanwezig zijn en laten zien wat zij kunnen betekenen voordat je in het ziekenhuis komt of nadat je uit het ziekenhuis weer weggaat. Gaan jullie dit nog een keertje doen, zo'n open dag? Ja, voor de coronatijd was het 2 jaarlijks en de vanuitgaande hoe leuk het nu al is en we zijn net pas begonnen, ga ik ervan uit dat we het over 2 jaar nog weer een keer doen. Want we willen mensen blijven laten zien wat er gebeurt. Ook de ontwikkelingen meegeven. Het ziekenhuis van de toekomst, hoe ziet dat er nou uit? Dus ik denk dat we het 2 jaarlijks gaan doen. Is nog niet zeker, maar over 2 jaar zullen er dus weer nieuwe dingen zijn. Ten opzichte van nu, want de markt ontwikkelt zich razendsnel en daar gaan wij ook echt in mee. Desiree Heerdink, jij bent coördinator van Oriolus en jullie zijn een van de partners van het SKB. Hoe gaat die samenwerking met het SKB? Nou, de samenwerking zit hem vooral in met de afdelingen waar dus de oncologie voorkomt. En dan moet je denken aan de mammapoli, de urologie, de DIG. Daar hebben we allemaal hele korte lijntjes mee. En hoe dat dan in zijn werk gaat, is dat bijvoorbeeld op de mammapoli mensen, zodra zij daar eenmaal zijn geweest, een informatiefolder meekrijgen. Of een informatiepakket met de informatiefolder van Oriolus. Dat geldt ook voor de andere afdelingen. Wat wij doen op de DIG, één keer in de 3 weken, is mijn medecoördinator of een andere vrijwilliger is daar tijdens behandelingen, als mensen daar zijn voor hun chemo, om eventueel een gesprekje aan te gaan, om even te luisteren naar die mensen of we iets voor ze kunnen betekenen. Toevallig dat de voetreflextherapeut hier vandaag aanwezig is, iemand van hun gaat mee. En die geeft dan een korte behandeling als mensen daar behoefte aan hebben. Even ontspanning, handmassage, voetmassage. Nou, dat zijn onder andere samenwerkingen, zeg maar, op kleinschalig. En wat we verder doen is gezamenlijk informatiebijeenkomsten verzorgen. Dus wij hebben binnenkort een informatiebijeenkomst op een zaterdagochtend. Het gaat over eigen regie. Vragen wij iemand vanuit de SKB om te spreken voor ons. Zij kunnen mensen uitnodigen, wij nodigen onze gasten uit. Zo'n open dag, wat betekent dat voor jullie? Nou ja, wij zijn zelf geopend ooit op 4 februari. Dus komende 4 februari bestaan wij 3 jaar. Dat organiseren wij ook een open dag. Maar we bestaan dus nog maar 2,5 jaar. Gestart in coronatijd. Dus we moeten onze naam natuurlijk nog opbouwen. We willen natuurlijk steeds meer bekendheid krijgen. Deze open dag, als we weten dat er zoveel bezoekers komen met de SKB, vinden wij natuurlijk fantastisch. Hoe meer mensen van ons weten, hoe eerder wij straks gevonden worden.
Natasja Iedema, jij bent bezoeker van de Open Dag hier in het SKB. Wat is de reden dat je hier naartoe bent gegaan? Nou, met name mijn twee jonge kinderen. En mijn jongste dochter die heeft recent op school het onderwerp ziekenhuis gehad. Dus ja, dat sloot natuurlijk hartstikke mooi aan. En ja, de gipskamer, dat spreekt natuurlijk sowieso tot de verbeelding. Dus ze heeft inmiddels haar pols ook in het gips gekregen. En ja, we gaan zo de verdere looproute volgen. Wat hebben jullie tot nu toe gezien? Nou, eigenlijk de ambulance bij de ingang en toen zijn we meteen hier naartoe gegaan. Naar de eerste hulp. Ja, en nou gaan we de looproute oppakken vanaf het begin. Zijn er nog dingen die je interesse heel erg hebben? Ja, met name ook bovenop E1 het verpleegkundige vak uitoefenen. Dat komt ook omdat ik zelf in het verleden verpleegkundige was. Dus ik vind het wel leuk om dat ook aan mijn kinderen te laten zien.